We kennen in Nederland de jaarlijkse lintjesregen, de koninklijke onderscheidingen die zonder uitzondering altijd gegeven worden aan mensen van gemiddelde leeftijd of ouder. Op initiatief van de Edese gemeenteraad is ooit het idee geopperd om ook jongeren jaarlijks een onderscheiding te geven voor hun bijzondere prestaties, de zogenaamde pluimen. Zaterdag 14 april werden deze weer onder grote belangstelling uitgereikt. De gedachte is waardering voor iemand die iets bijzonders doet. En ik zeg het altijd zo, het is eigenlijk het lintje, de koninklijke onderscheiding, maar dan voor kinderen. Wat waren de criteria die u hanteerde? Er zijn verschillende. Het moeten kinderen zijn onder de 18. Als ze vrijwilligers het werk doen, moet het echt wel langer dan een jaar zijn. Dat je laat zien dat je echt, nou ja, niet een weekje iets doet, maar dat het echt langdurig is. Of in sport, ja, dan is het toch wel dat je landelijk iets gepresteerd moet hebben. En dan het liefst goud gehaald moet hebben als team of als individuele sporter. Bijvoorbeeld, je zorgt heel lang voor iemand. De buurman, een familielid of wat dan ook. En je bent nog maar een jaar of 9 of 10. En dat doe je dan. Dat is echt iets bijzonders. Je bent actief in een sportvereniging. Je hebt daar bijzondere prestaties verricht met je team. Je bent bij de jeugdbrandweer. En je hebt daar hele mooie dingen gedaan. Je bent kampioen geworden. Nou, dat zijn zo een paar voorbeelden. Ik vind het leuk dat we niet alleen kijken naar talentvolle prestaties, sport of muziek. Maar dat we ook kijken naar kinderen die iets voor een ander willen betekenen. En dat langjarig doen of langdurig doen. Dan denk ik, hé, wat voor goud zit er in onze samenleving? Dus dat is echt, nou, als je een taak zoekt om blij van te worden, moet je jurylid worden van de pluimen. Er werden 10 pluimen uitgereikt aan teams of personen. Naast de medaille mocht men ook een herinneringsspijker in het pluimenblok slaan. De pluimen werden om allerlei verschillende redenen uitgereikt. Van Nederlandse kampioenschappen badminton, estafette, jeugdbrandweer en schaatsen, tot mantelzorg, scouting en cartoons tekenen in een huis-aan-huisblad. Het was heel duidelijk waarom deze twee een pluim ontvingen. Omdat ik heb vrijwilligerswerk heb gedaan voor de kinderboerderij de Oude Hofstede. Ik heb in de krant gezien dat je kinderen aankon bellen die iets bijzonders deden. En toen dacht ik meteen aan Sophia. En waarom was dat? Nou, Sophia was in eerste instantie een heel timide, teruggetrokken, verlegen meisje. En dat is nu helemaal anders geworden. Omdat ik mijn tante heel erg helpt, omdat ze fysio beperkt is. Dus ja. En lichaam beperkt ook. En lichaam beperkt. En daarom helpen we elkaar zoveel. Omdat ik het al super zielig vind, omdat ze zoveel ziektes heeft. Dus daarom help ik haar. Zij betekent voor mij heel veel grote help. Ze ondersteunt me bijvoorbeeld als ik naar buiten ga. Ik zou zonder haar eigenlijk heel veel dingen niet kunnen, moet ik zeggen. Ik zou heel wat leuke dingen missen in mijn leven. En ik ben daar hartstikke dankbaar voor.